Hey, mijn naam is Veerle. Welkom op mijn kanaal. Blij dat je hier bent. Vandaag ga ik cashstuffing doen voor het tweede deel van juni. Ik heb verschillende binders nodig. Laat ik vooral eerst mijn budget natuurlijk nemen. Wat hebben we? Let's see. Dat steek ik altijd op voorhand klaar. In het begin van de maand. Als ik dus mijn budget opmaak. Het zit hier een papiertje tussen. We gaan kijken of dat klopt. Hè. €50. En dan kijken. Ik ga eerst mijn rekenmachine gaan halen, want die zal ik wel nodig hebben. Voilà. Dus ik had 50 plus 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 20, 40, 60. 260. 10, 20, 30, 40. 20, 370, 370. Oké, we gaan kijken of dat het klopt. Even drinken ondertussen. Zo. Wat gaan we eerst doen? Pup, pup, pup. Ik ga eerst mijn variabele kosten doen. Dat gaat niet gaan. Ik ga mijn steentje nemen. Dat is gemakkelijker. Oké. Eindelijk. Oh, het is hier zodanig warm geweest vandaag. Maar we gaan zeker niet klagen. Hè? Na al de regen dat we al gehad hebben. Dus die onvoorziene, dat zie ik er in de maand. Dus daar hoef ik nu niks voor te stuffen. De kapper. Nu, voor de kapper had ik eigenlijk geld nodig, maar de papa heeft geld gegeven, dus deze kan nog eventjes blijven zitten. Vandaar dat ik eigenlijk hier nu niks ga instoppen. Ga eens kijken. 10, 20, 30. Dat was een kleine onderbreking. Laten we eens voorstellen. 10, 20, 30, 40. Dus hier zit genoeg in. Ik ga deze nu eventjes niet stuffen. En normaal gezien ging ik hier €5 in stuffen. Dus ik ga deze eventjes opzij houden. Auto-onderhoud. Hier ga ik nu 25 in stuffen. Maar de trackers ga ik dan achteraf invullen. €100, €20, €40, €60, €80, €200, €20, €30, €40, €45. En dat klopt. Nu, het onderhoud is gebeurd van de auto, want wij gaan daar ook mee op reis weg, als ik tenminste kan, aan mijn operatie. Maar ik heb het betaald met het budget van het bijberoep. Omdat ik mijn auto enorm veel nodig heb voor het bijberoep. Vandaar dat hier eigenlijk het geld nog niet uit is. Als ik dan eigenlijk mijn eindafrekening doe van de maand juni, zal ik dan zien of ik het wel nodig heb. Of ik het kan behouden in mijn enveloppen. Hè. We zullen zien. Cross the fingers. Maar het was redelijk druk in juni, dus ik veronderstel wel dat het me zal lukken. Goede doel. Mei. Ja, hier heb ik ook goed gestuft met de challenge van de Save with Friends. Dus deze ga ik nu ook niet stuffen. Ik ga zien, mocht ik deze €5 over hebben, kan ik het nog altijd doen. Uitstappen. Komt dichterbij. €10.
is 2 snoepjes. En dan heb ik hier 100 op de bank. 20, 40, 50, 60, 70, 170. Grondlasten, dat is altijd een zware 40 euro. En elk hokje is 20, dus 2 hokjes. En dan heb ik hier 2 400 op de bank. 20, 40, 60, 80, 100, dus 500. We zijn er bijna toch? 2, 4, 500. Allee. Ik moet rond, heb je dat opgeschreven? Ja, 600 in november hebben. Dus dat komt goed, hè? Ik zal wel zo lang niet moeten stuffen dan. Goed, dan kan ik het voor iets anders gebruiken. Mijn opleiding moet ik dringend inschrijven. Uitstelgedrag, kan je dat? Opleiding krijgt 20. Is uit 2 potloden. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 160. Nu die opleiding, dat kost tegen de 500 euro. Maar ik had al gespaard en op de bank gezet van de vorige stuffingen, dus dat komt goed, hè. Ga ik iets stuffen voor de waterrekening? Ja, normaal gezien heb ik genoeg voor de volgende rekening, maar ik laat het eigenlijk gewoon doorlopen. Zodanig dat dat goed komt voor de volgende rekeningen. Wat ga ik zetten? 15. Dus ik ga een briefje van 20 en een briefje van 5 eruit. 20, 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 140. En deze had ik mogen proper maken en dan terug gaan beginnen, hè. Tot wanneer dat de factuur komt. Abonnementen. 10 euro. Even van 10 nemen. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115. 15. En dan de schoenen. €40. Twee bolletjes. Ik heb ze nog niet genomen, hè. Veertig, zestig, tachtig, 200, 20, 30, 40, 240. Dat gaat mij wel lukken. Want ik heb hier nog een bonnetje van 25 euro. Dus ik hoop dat ze het nog gaan aanvaarden. Dan kan ik eventueel een keer gaan kijken voor een goede schoen. Maar voor sandalen van de zomer. Ofwel ga ik moeten een keuze maken wat ik ga nemen. Waar dan natuurlijk mijn steunzolen in kunnen, hè. Ik weet nog niet. Wat zouden jullie doen? Nu een paar sandalen kopen en dan verder sparen voor dan naar de herfst toe gesloten? Dat waren misschien nog een idee. Let me know in the comments. Moet ik hiervoor stuffen? Ja, hè. Het laatste deel.
voor de boodschappen voor volgende maand. Dus dat is een extra 20. Dan hebben we hier 50 euro in voor in de portefeuille te stuffen voor de maand van juli. Fun 20 heb ik ook dan het 50 euro. De volgende envelop was Pets, maar die geeft cent 40 euro. Een shopping 20 is een totaal van 50. Dat is dan voor een hele maand. En uit eten ook 20. Dat ik ook aan 50 kom. En dan de gezondheid is ook 20. Dat ik aan 50 kom. Yes. En dat is het al voor deze binder. Deze is al in orde. Ga ik naar de kids. De boys. Alhoewel dat nu juist voor ons een Briek is in deze envelop. Briek krijgt nu plus 10. Dat is van 2 weken, hè. Dat is voor zijn sparen. En als hier 100 euro in zit, gaat dat op zijn spaarrekening. Dus dat geld moet hier niet blijven inzitten, steeds. Vandaar dat ik altijd opnieuw herbegin. Maar zijn spending, ja, dat gaat ook natuurlijk op zijn rekening. Maar dat is geld dat hij spaart voor zichzelf, voor iets te kopen. En is aan het sparen voor een computer. Dus hier zit al 600 in en nu 10 euro erbij. Is 610. Maar is er nog lang niet, zegt hij. Plus 10 is 610. Nu ga ik hier ook nog een extra instoppen, want hij had mij wel een beetje verrast. Dus jaarlijks moeten ze hun kaart vernieuwen van PlayStation. Vernieuwen ze dat niet, dan zijn ze al hun spelletjes kwijt, ook hun voortgang. Dat is zo, ja, een commerciële zet dan, zeg ik dan. Dus ik heb dat nu betaald. Ik heb het van mijn budget moeten halen. Maar als ik daarvoor spaar, dat zie ik er in het jaar. Dan ga ik het er toch voor hebben. En 5 euro steek ik daarvoor hierin. Dus 2 keer in de maand. En dat zit dus ook in hun binder, omdat het dus voor hen is, hè. Dus hier mag ik terug 5 eurotjes afkruisen. Voilà. Dat voor deze binder. Dan heb ik Wout zijn laptop. Dus Wout krijgt normaal gezien ook spaargeld en spendinggeld. Maar omdat we dus hem een nieuwe computer moeten kopen hebben, zo'n laptop voor naar zijn hogeschool te kunnen gebruiken, moest ook een redelijke zware zijn. Ja, natuurlijk sparen we die nu terug. We hebben het betaald van de emergency. En dus dit geld die ik hierin stop, zet ik dan terug op de emergency waar ik het geld vandaan gehaald heb, zodanig dat we ons terugbetalen. Hè. Nu, Wout krijgt deze keer samen zijn sparen en zijn spending 30 euro. Dus dat gaan we erin stoppen. Had ik hier al iets aangeduid? Nee, 20, 30, 35. Maar één keer in de maand budgeteer ik 50 euro voor zijn hogeschool. Dit komt nu ten goede voor deze laptop. Een keer dat dit natuurlijk afbetaald is, ga ik waarschijnlijk nog 50 euro budgeteren elke maand. Maar dat kan dan voor eventueel zijn slaapplaats zijn of iets dat hij extra nodig heeft van betalingen. Dus we zullen zien, hè. 50, 70, 80, 85. Dat is dan 4 kruisjes. 20, 40, 60, 80. Want ik heb nog geen 100 euro.
Wat ik wel heb, ik ga dat denk ik hier doen, dan spaar ik hier verder. Hij heeft dus een slaapplaats in Gent, waar ik zelf ook €200 in de maand voor bijleg. Dat is een soort kot, zeggen ze hier bij ons, waar hij studeert. Hij zelf heeft ook een inkomen, waardoor dat zijn slaapplaats daardoor betaald wordt. Bij mij is het een opleg, €200. Nu deze maand, juni, heeft hij mij gezegd, je moet die €200 niet bij de slaapplaats, dus het kot, leggen, maar steek het in de binder van de pc. Chapeau. Dus ik ga hier €200 in playscholers insteken. Dus ik ga die transfer direct doen met de bank van de lopende rekening, waar ik anders naar de eigenaar van het gebouw stuur. Ga ik het nu naar de emergency steken. En hier kunnen we dus €200 afkruisen. Ik ga het zo doen. Dat lijkt me nu het simpelste voor te doen dan hiermee. Want hier moet nog enkel €15 in. Voilà. En dan kunnen we hier ook terug gaan afkruisen. Sowieso kan ik afkruisen. Hè? Ik heb €200. Yes, yes. Het is een beetje ingewikkeld, maar we komen er wel. 100 is 200. Yes! Blij, blij. Je ziet dat zo goed kort net dan. Ik ben een visueel persoon, dus ik zie het enorm graag op zo'n tekeningen of prentjes. Ik kan daar ook niet aan doen. Maar zo hou ik het goed bij. 1, 2, 3, 4, 5. Dus eigenlijk is het nog €500. We gaan even kijken of dat klopt. Ah, oeps. Ik heb hier eentje overgeslaan. Ik dacht het al. Dat hier moet ook nog €100 in. Ah, eigenlijk zou ik deze dan... Ah ja, maar ik heb het al lager, dus... Ah, nee, 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 nee. Sst, komt in orde. Ik ga hier... €100 instoppen en hier afkruisen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hoef ik hier nog €15 in van de 85. En hier moet ik nu juist wel eentje weg doen. Hè. Een beetje alcohol. Voilà. Dan klopt het. Hier heb ik ook 1, 2, 3, 4, 5. Dus hier nog 400. En hier nog eentje. Klopt, hè? Is nog €500. Hier mag ik ook eentje afkruisen. En ik denk wel, voordat het nieuwe schooljaar begint, dus voor het hogere, dat is in... Oh, september, oktober, hè? Dat deze misschien dan wel op een jaar zal afbetaald zijn. Toppie! En zoals ik dacht, heb ik dus nog die €5 over van de kapper. We zullen zien waar we het gaan steken, want ik heb hier nog... Oeps, mijn kleveractie, mijn kleverchallenge te doen. Ik heb hier nu gebudgeteerd €40... En dan kan ik hier deze grote kleverstikken plakken van 40. Beet 40 is deze. Het zal zo zijn. Hè. Dus voor de mensen die dit nog niet gezien hadden. Ik heb zo een pakketje van 4 of 5 stickerplaatjes. Het zijn kaartjes met een envelop erbij. Je maakt er een mooi kaartje van. En ik heb er ook een saving challenge van gemaakt. Dus elk vakje dat ik ga kleven, staat een bedrag op. En dat bedrag spaar ik. Nu, je kan het ook aanpassen naar je eigen budget. Hè? Want ik heb nu nog niet goed gekeken. Ik denk de grootste 49, 48. Ja, dat zal rond de €50 zijn.
Als dat niet past in jouw budget, dan kan je hier gewoon allemaal aanpassen naar jouw budget. Hè. Is het allemaal 5 euro of allemaal 2 euro of zelfs 1 euro? Maar het blijft wel leuk. En als het volledig gekleefd is, heb ik zelfs een mooi kaartje om te versturen. Hè. Dan heb ik hier 20, 40, 50, 60, 65, 65, 66, 68, 69 euro in. Top. Alright. Dan hebben jullie dat ook misschien gezien als ik mijn mini-challenge gedaan had, had ik de lente volbracht. 50, 60, 70, 75. Want ondertussen zijn we al goed bezig met de zomer. En vandaag was het ook wel zomer. En ik heb hier ook 75 van de rest van Vaderkensdag. Ik had een beetje, denk ik, te groots gezien zeker. Ik had 100 euro bij elkaar gespaard voor Vaderdag. En ik heb daar 25 euro van nodig gehad. Dus 50, 70, 75. Dat is een 150, 155 dat ik kan stuffen. En ik ga het in de binder steken voor het, de verbouwing. Ik zou het ook naar de computer kunnen doen, maar dat is, dat bereken ik met Wout zijn geld. Vandaar, ik ga het in deze steken. Ik heb deze namiddag ook mijn binders een beetje opgekuist, want ik had naar mijn gevoel te veel binders. En op den duur heb ik er dan geen overzicht meer over. Ik vind dat niet zo fijn. Dus daarmee zie je hier ook de Saving Money in dezelfde binder als deze grote. En ik ben ook een beetje begonnen met een nieuw budgetboek samen te stellen. Dit vind ik ook heel handig en gemakkelijk, maar voor het dan om te draaien of van de vorige maand, kijk, het is een beetje een, ja, niet zo handig. Vandaar dat ik terug ga naar de discs, maar daar later meer over. We zijn hier nu voor de challenge. Hè. Dus wat ga ik ermee doen? Ik ga een beetje opschuiven. Ik ga 50 euro, daarmee al beginnen, hè, in de emergency stoppen. Want ik had een keer gekeken, als ik mijn budget wil bereiken van 1000 euro per jaar voor mijn emergency, ga ik daar wel even moeten aandacht aan besteden. Dus 50 euro. Geel. Wat gaan we dan? Ik ga eerst de grootste nemen. 10. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 50 euro. En dan heb ik hierin 50, 100, 150. Ik ga het zo niet doen. Wacht. 100, 20, 40, 60, 80, 200, 250, 270, 80, 90 is 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 380 voor emergency. Voilà. En dan ga ik in de I'm not lazy, I'm just enjoying saving money. Ga ik ook, waar heb ik dat nog? Oh ja, deze. Hoeveel zouden we daar insteken? 60, dat gaat gemakkelijk stellen. Hmm, 80, 50, 60, 70, 80, want ik probeer het met de 20ste te doen, dus 19 en eentje. Dus wat had ik? 80 is
20 is 4. Hè. Yes. Daar zijn we nog een beetje zoet mee, maar dat dient dan ook voor de afbetaling van de woning, de zorgwoning. En het is toch wel een totaal van 4200, dus dat gaat wel even meegaan. Maar elke stap is dichterbij bij ons doel. 5600 op de bank en dan hier nu die 80 is 680 die hierin zit. Ik moet dat niet zeggen, hè, dat dat 680 is. Oké. Dat voor dit. En dan heb ik hier nog een mooie. Deze komt van... Ja, ik zal het hieronder linken, want ik ben het kwijt. Dat is van een hele lieve dame uit Nederland. Dus ik heb hier nog 10, 20, 25. Maar dat gaat niet lukken met die 5. Dus ik ga gewoon de laatste 20 hier. Ik ga ook maar de grootste nemen. Hè. Dit is er eentje Black Friday. 500 euro. Ook een heel mooie challenge. Mooi bedrag natuurlijk voor als je Black Friday meedoet. Maar heb Black Friday, heb Cyber Monday. Ik weet het niet. Als ik echt niks nodig heb, dan koop ik daar ook niks niet. Maar ik vond het een hele mooie challenge. En heb ik het niet nodig, kan ik het doorstorten naar ofwel Sinterklaas, ofwel de kerst- en de nieuwjaarsperiode. Of zelfs naar de bouw. Maar ik vond het wel op zich, mocht er iets zijn op Black Friday, dan heb ik er toch de fondsen voor. 50, 70, 80, 90 is 100 euro. Hè. Dat klopt. Ik heb hier dan nog 5 euro over natuurlijk. En ik was aan het twijfelen of ik het in de sticker zou doen. Maar ik ga het in mijn emergency doen. Dan ben ik toch weer een stapje dichter. Ik ga hier even terug naar deze challenge. Deze zit hier. Hoe makkelijk dat is met die discs. Dus ik ga eentje van 5 doen. Hè. En dit is ook een tracker van... Lisa Grateful Me. En dan mag ik deze 5 euro hierbij steken. Voilà. Ziezo, dan zijn we er helemaal geraakt. Hè? Alles is gestuft. Yes. We kunnen weer budgetteren. Deze mag weg ook. Deze zijn gestuft. Okay. Ja, we kunnen weer stuffen, weer budgetteren voor de komende maanden. Het zal ietsje anders zijn, omdat ik weet niet of dat ik mijn hand ga kunnen gebruiken om te stuffen. Maar we vinden wel een manier, vast en zeker. Bedankt voor het kijken alvast. Een prettige dag nog en tot later. Like en subscribe. Doei.